overkomt hij dat zelfs met drie. Vandaag maak ik een tarte flambé. Een fijn deeg gemaakt. Ik heb het al gemaakt op basis van water, zout, olijfolie en bloem. Zonder gist, dus het moet niet rijzen. En dan gaan we dat beleggen met klassiek met spek, room en ui. Maar ik maak het vandaag met courgette en asperges. Ik zet een potje met water op om de asperges te koken. Ik ga de oven voorverwarmen op 200 graden. Voor de kleur en de smaak nemen we ook groene asperges. Dat is enkel het onderste stukje dat we moeten schillen. Dan gaan we ze een klein beetje fijn snijden. Dan nemen we er nog een beetje courgette bij. Die gaan we ook fijn snijden. We doen een beetje zout bij het water. Dat doen we altijd als we groenten koken. En dan gaan de asperges erin. Nu gaan we het balletje deeg uitrollen tot een zo fijn mogelijk bodempje voor onze groenten op te leggen. Het leuke aan tarte flambé is, dat hoeft niet per se een ronde te zijn zoals bij pizza. Zolang het maar fijn is. Asperges zijn lichtjes gegaard, dus die gaan we afgieten. Als ons deeg fijn genoeg is, dan kan het op de bakplaat. Er ligt een beetje bakpapier op, dan komt die straks gemakkelijk los. En dan kunnen we onze tarte flambé beleggen. We gaan de groentjes een beetje verdelen over het deeg. We beginnen met de courgette. Als je graag het deeg zelf maakt, is eigenlijk tarte flambé iets gemakkelijker. Dat moet niet rijzen. Gewoon mengen, kneden en klaar. De asperges gaan er ook hier en daar op. Een echte lente tarte flambé. Ik ga nog een beetje afwerken met geraspte mozzarella. Ik doe er ook nog een beetje geraspte parmesan bij. Dan nog een beetje afkruiden. Pili-pili is wel lekker. Maak het wat pittig. We gebruiken geen zout, want de kaas gaat al zout genoeg maken. En als laatste nog een beetje rozemarijn. Tiental minuutjes maximum in de oven, maar we houden hem wel in het oog, dat hem lekker krokant wordt. En als afwerking doen we er nog een klein beetje olijfolie over. Heel veel plezier met dit lekkere gerechtje.